Ja, mijn naam is Marlon Menso. Ik ben in het dagelijks leven de coördinator van de technische diensten en de leermiddelenproductie van het ministerie van Onderwijs in Ikeri. Dit werk doe ik al bijkans 30 jaar onafgebroken. En ik heb gevraagd om via uw medium bekend te maken aan de samenleving van Ikeri. Daaronder te verstaan ambtenaren, kantoorambtenaren, noem maar op. Ja, toch, verpleegkundigen, onderwijsgevenden. Voor het willen houden van een protestmanifestatie. En deze protestmanifestatie is de bedoeling om op vrijdag aanstaande om 9 uur 's morgens te verzamelen bij het Liefdepark. Het Liefdepark is het park hier aan de Hendrikstraat tegenover het Streekziekenhuis. En de bedoeling is dat wij van 9 tot 11 wij daar aanwezig zullen zijn. Er zullen toespraken worden gehouden, in ieder geval van mij, omdat ik mezelf een initiatiefnemer noem. En mensen die zich ook binnen die samenleving geroepen voelen om tot het gehoor daar te praten. Om in ieder geval uiting te geven van onze ontevredenheid over de gang van zaken. Ik hoef niet in details te treden, we horen elke dag prijzen stijgen. Ja toch, het parlement, het hoogste college van staat, die zich moet haasten om wetgeving te produceren, zodat de regering verder kan regeren, die zit zich daar maar bij op te houden met een paar ijdele dingen. Ja toch, maar ik wil in ieder geval de samenleving geruststellen dat dit niet een politieke manifestatie is, maar dat ik daar als landgenoot van de rechtsstaat Suriname, domicilie kiezende in Ikeri, ik met anderen daar open en rechtvaardige uiting wil geven van de situatie in het land. En dat gaan we doen van 9 tot 11 en na 11 uur gaan we weer rustig naar ons werk. Maar het is een signaal dat we willen sturen naar de regering van jongens, zo gaat het niet. Ja, zo gaat het niet. Dat is niet wat aan het volk was beloofd. Ja toch? En ik ben niet de type die maar in mijn stilte zwijgt en daar allerlei nieraandoeningen van overhoudt. Nee, ik uit mee. Het is de rechtsstaat, ik ben een burger en we hebben burgerrechten. En als we vinden dat die situatie in het land, dat zij economisch of staatkundig of maatschappelijk, het ons knijpt, dan moeten we toch wel in staat zijn om in een verenigd verband ordelijk, we gaan geen dingen over zeggen, maar ordelijk, we gaan op een veldje staan en we gaan elkaar, ja, we gaan toespraken, we gaan elkaar een riem onder het hoofd steken, ja toch, en uiting geven van onze ontevredenheid middels de wezen waarop er het beleid wordt gevoerd. Wat wij eisen is een stukje beleidsombuiging. Dat is waar wij voor gaan. Dat het niet anders vertaald moet worden. Ik ben geen saboteur, men kent me hier in de samenleving als een harde werker. Ja, maar wij worden geconfronteerd met de problemen van alle dag. Werkloosheid, ja, prijsstijgingen. We horen weer dat de specialisten staken. Ja, als ons kind nou ziek is, waar moeten we naartoe? Dan al dat soort zaken, meneer Moenis. Daar willen we uiting van geven. Paddyboeren plagen, ze weten ook niet waar ze aan toe zijn. Paddyprijs is 30 SD, ze weten niet wat de volgende krop levert. Ja, ik weet niet als Wakai intussen al water pompt. Ja, het zijn allemaal problemen. Maar we zitten. Ja, laat ons gewoon bij elkaar komen vrijdagmorgen 9 uur. Ja, en geven we daarvan uiting. Op het parkveld, het Liefdepark. Ja, dat is wat ik u vraag. En ik vraag je bij deze, als je als medium, belangrijk medium hier in Ikeri, als je dus deze bekendmaking, deze oproep, toch als het kan gaan naar het gewest, ja, en zij die zich geroepen voelen, ride with me, ride with me. Dat is het.